Ja, Erik, ik las deze week een klein berichtje over oud-wielrenner Ad Wijnands. Die zat al op de fiets toen wij nog in de Luiers liepen. Ik weet het nog goed, 1981, ik was 2-3 jaar oud. En toen won Wijnands als debutant 2 toeretappes. Hoe machtig is dat? Je eerste toer rijden en meteen 2 keer winnen. Zullen we hier de Nederlandse etappezeker van deze beginner, deze debutant beleven? Ja, het is waar. Adje Wijnands gaat de etappe winnen. Wat is dat weer een spannende finish. Adje Wijnands ligt op kop. En Adje Wijnands tweede ritzegen na zijn overwinning in Nantes. Dat is formidabel gedaan. Ja, ik was toen 4, hè? Adje Wijnands was 22. Maar nu is hij ernstig ziek, las ik. En hij ligt al 2 maanden in het ziekenhuis. En om hem een hart onder de riem te steken, riep een oud ploegmaat van hem op om hem een kaartje te sturen. En dat hebben oud-collega's, wielerfans, mensen uit heel Nederland hebben dat massaal gedaan. Dat vond ik een beetje ontroerend. Kaartje sturen, een beetje ouderwets ook bijna. Ja, en ook Wijnands zelf is echt enorm ontroerd door al die berichtjes. En we konden hem vanochtend even bellen in het ziekenhuis in Maastricht. En we vroegen hem hoeveel kaarten die nou eigenlijk heeft gekregen. Ja, er staan toch rond de 100 minimaal. En deze digitale tijd is dat, moet ik zeggen, toch een heel warme, gewaarwording. Zitten er ook kaarten tussen van bekende renners? Er zitten kaarten bij van Tom Dumoulin bijvoorbeeld, die wat toch tegenwoordig een wereldster is. Ja. Die heb ik, in het begin, toen hij nog niet wist dat een voorwiel was. Ja. Heb ik die toch 4-5 jaar getraind. En als je ziet dan wat hij dan een paar lettertjes schrijft, dat doet een mens toch wel een soort extra vitamine geven. Gewoon extra medicijn is op dat moment. Wat heeft Tom Dumoulin dan geschreven bijvoorbeeld? Ja, dat hij met heel veel plezier terugkijkt naar de trainingen. Ja. Dat hij daar toch eigenlijk het plezier van het wielrennen heeft ontdekt. Ik zag u deze week in een reportage op televisie en u moest zelfs een traantje wegpinken. Het doet veel, hè? Ja, weet je, ik ben heel ziek geweest. En als je wist hoeveel ik hier gehuild heb. Ik had dan eigenlijk darmkanker. En dat was makkelijk te opereren, want het zat erop. En ik zou binnen 5 dagen thuis zijn. Maar ik kreeg op een gegeven moment 3 operaties op 12 dagen. Waarvan de laatste eigenlijk dood of levend was. Omdat ze, achteraf gezien hebben ze dat bij die derde operatie gezien. Dat ze de alvleesklier geraakt hadden. En hoe gaat het nu met u dan? Nu gaat het eigenlijk, heb ik de juiste afslag, niet naar hoeven laken, maar de juiste afslag naar weer gezond worden gedaan. En dat is eigenlijk pas de laatste 10-11 dagen is dat ingezet. Ja, in gang gezet. Omdat we nu eigenlijk een soort winstformule hebben bedacht. Het klinkt alsof u 80 Tour de France achter elkaar hebt moeten fietsen. Ja, daarom. Ja, dat is niet te vergelijken. Nogmaals, als je de Tour rijdt en dat, hoe moet je zeggen, daar ben je daarvoor getraind. Je hebt dat talent, je hebt die passie en dan is dat eigenlijk in verhouding ten opzichte van wat ik nu heb meegemaakt. Ja, afzien in de Tour met een glimlach, als ik het zo mag stellen. Komende zondag is de Ronde van Vlaanderen. U ligt nu nog in het ziekenhuis. Die moet er dan misschien wel een tijdje blijven. Kijkt u vanuit het ziekenhuisbed naar de Ronde zondag? Absoluut. Ja? Absoluut kijken. Mag dat wel van de dokter? Jawel, de dokter is, moet ik zeggen, die heeft gelukkig geen weekenddienst. Dat is 1. En ik zal wel tussendoor wel in slaap vallen. Dus wat dat betreft ben ik al wel wakker voor die finale, denk ik wel. Want zo fit ben ik nog niet. Ik hoop dat u zondag zit te kijken en dat u er ook een beetje van opknapt. En hier vanuit de studio namens Bureau Sport, veel beterschap. Hey, dank u wel, hè. En dank voor het belletje. En succes met jullie programma ook dan, hè. Dank u wel.